Hier aan boord werken we wel vrij nauw samen, omdat je toch allemaal als team werkt. Iedereen heeft dan wel een eigen aparte functie, maar ja, iedereen is wel noodzakelijk binnen het geheel om alles tot het eindproduct te krijgen. Dus vanaf de visvangst, van het vangen op de brug, tot de machinerie draaiende houden van de machinist en het verwerken van de vis door de matrozen. Op iedereen zijn eigen deel. Je zit op een klein gebied met een aantal mensen, dus je moet wel goed in een teamverband kunnen werken. Het zal best ook wel eens een keer minder gaan, maar ja, je moet gewoon wat van elkaar kunnen accepteren. Maar eigenlijk gaan ze heel collegiaal met elkaar om. Als er nu iets gebeurt, je loopt in een wrak of zo, je zit vast met die netten. Je zal zelf moeten zorgen dat het weer loskomt. Je kan niet iemand bellen van jongens, het gaat niet. Je zal het allemaal zelf op moeten lossen. Dat doe je toch met z'n allen. Je hebt niet allemaal een taak. Je doet met je allen een hele week dat werk. En okay, als de machinist een probleem in de machinekamer heeft, want dat gebeurt ook wel eens, dat er natuurlijk een lekkage of iets dergelijks is. Of er moet ineens wat gebeuren, er is een calamiteit. Want er kan altijd iets kapot gaan, er zijn zoveel draaiende delen. Maar dan springen gewoon de andere jongens bij en dan gaan ze met z'n allen daar helpen beneden. Ja, je bent wel echt op elkaar aangewezen. Stel dat het net kapot is, dan zou je toch met zoveel mogelijk mensen achterop moeten om dat net weer zo snel mogelijk te maken, zodat je weer verder kan vissen. Als er nu bijvoorbeeld een keer zo'n ketting breekt en die moet er gemaakt worden en het is windkracht 7. Nou, dan moet je helemaal over de boei heen gaan hangen. Weet je wel, dan is het wel makkelijk als iemand je vasthoudt. Je kan altijd op de ander rekenen, want je hebt elkaar gewoon nodig in bepaalde situaties. Dus het zou moeten. Als je elkaar laat zitten, dan wordt het niks.